mediakartel stutters. Ik las het eerst als stumpers, maar ik bedoel stutters. Wie heeft dat gestuurd? Jij, die Baudet. Ja, die kent u wel. En wie stuurt hij dat? Gewoon op Twitter. U weet wel dat medium waar hij zo vaak op zit. Nou, dat is goed bedoeld, want het staat op instorten zo te zien. Dus red wat er nog te redden valt. Ja, maar het was niet de bedoeling dat wij dan het mediakartel gingen redden. Oh, nou ja, hij zit hier binnen. Je kan hem uitleggen wat hij daarmee bedoelt. Nou, dat wil ik. Ik heb daar geen zin in. Nee, dat snap ik. Jerry, je hebt ons op Twitter mediakartel stutters genoemd. Vroeg me af of je even wilde uitleggen waarom. Iedereen praat mij nou aan en zit tegen me aan te boksen over wat hij gezegd heeft over Groningen. En het verbaast me dat men daar overheen valt, want we zitten allemaal in een psychose. Iedereen in dit land is gek. Stapelgek. Iedereen ziet achter de bomen racist. Iedereen heeft intense angsten voor het opkomend racisme. Zonder dat het op enig feit gebaseerd is. En dan zegt er iemand iets wat verpletterend waar is. Ik weet niet of ik het zelf zo gezegd had. Maar het is wel een waar woord natuurlijk wat hij gezegd heeft. Nou, weer de kippenhok en rep en roer.